Yo, guys, welkom op mijn kanaal. Ik ben Jamila. bij Doe en Tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Vandaag gaan we iets leuk doen: een beetje een interactieve video. Maar voordat ik daar meer uitleg over geef, even ter vermelding: de nieuwe podcast staat online op ons andere account. Volg je als podcast op YouTube. Um, op TikTok, op Spotify. Dus heb je die nog niet bekeken. Um, ga dat zeker even doen. Het gaat over leven na de dood. En over reality shifting en zo. Dus go check it out. En de shout-out voor vandaag gaat naar de cleric Liam. En die zegt: Ik merk echt dat ik echt geluk heb met mijn ouders. Um, ja, dat ging eigenlijk over uh, de video's ja, waarin dat er uh, blijkbaar heel veel kijkers zijn. En zijn met hele slechte ouders. Um, moest je daar nog niet gezien, hebben ook een check it op het einde van deze video. En dan hebben we het woord van de dag nog. En het woord van de dag is. Tomaten sap stofzuiger. Tomatenzeepstofzuiger. Wat gaan we vandaag doen? We gaan zes rondes spelen. Dus ik ga jullie zes rondes lang. Gaan ik jullie telkens twee verhalen vertellen. Een verhaal dat waar gebeurd is en een verhaal dat een volledige leugen is. Jullie moeten zelf op jullie eigen bijhouden uh, hoeveel dat je er juist hebt. Maar na elke ronde zeg ik dus welke dat de waarheid was, welke dat een leugen was. En dan moet je maar zien of je het juist hebt geraden of niet. Laat mij nadien in de reacties weten hoeveel van deze rondes dat jij gelijk hebt. En laat dan even weten hoeveel punten dat je hebt op zes. Want het zijn zes verhalen, um, of ja, zes rondes en uh, twaalf verhalen die ik ga vertellen. We gaan starten met het allereerste verhaal. Is het een leugen? Is het geen leugen? Dat moeten jullie zelf uitmaken. Nu, ik heb een beetje bang, want sommige verhalen die dat waar zijn, heb ik ook al in video's aan mij verteld. En ik hoop gewoon dat jullie dan niet heel hard hebben opgelet. Uh, maar ik heb wel geprobeerd om zoveel mogelijk verhalen te vertellen die jullie zelfs nog niet weten, ook diegenen dat wel waar zijn. Dus, en dit. Dit plukje haar stoort mij enorm, maar ja. Goed, het allereerste verhaal. Toen ik klein was, ben ik met mijn ouders uh, op vakantie gegaan, wat we regelmatig deden. En ik denk dat we toen in Frankrijk zaten, ik ben niet 100% zeker, ik denk dat het Frankrijk was. En dat was er een moment dat ik met mijn broer aan het spelen was buiten en um, ik weet niet waarom. Vraagt me ook niet waarom. Maar er was een moment dat ik een blaadje op de grond zag liggen... en dat ik dacht, oh my god... ik ga dat blaadje in mijn neus steken. Dus wat deed ik? Ik heb dat blaadje opgenomen... ik heb dat zo wat opgerold... dat dat echt zo ja, neustoegankelijk was... en dan ben ik dat zo in mijn neus beginnen duwen. En op het begin was dat zo tot hier... en dan was ze van, een blaadje in mijn neus... en dan ben ik dat zo nog iets verder beginnen duwen. Weet je wel, zo like all the way... tot vanachter, tot een punt... Dat dat zodanig gebogen zat naar beneden, dat ik er gewoon letterlijk niet meer aan kon. Dus ik heb naar mijn ouders gelopen. Ik zeg, papa, mama, er zit een blaadje in mijn neus vast, dit en dat. Ze geprobeerd met je vingers om dat eruit te halen. Dat lukte gewoon niet. Dus wat hebben we toen gedaan? We zijn op vakantie naar de dokter gegaan. En de dokter heeft dat er uiteindelijk uitgekregen met een pincetje. Door met die pincet ja, er helemaal in te gaan en dat eruit te trekken. Dat is zo het eerste verhaal. Is het volgens u waar? Is het niet waar? Wacht nog even, want het tweede verhaal is sowieso het tegenovergestelde. Ook toen ik klein was, ben ik samen een keer met mijn broer en met mijn opa gaan vissen. Mijn opa viste graag, um, ja, ikzelf was er niet zo'n fan van. Maar het was gezellig buiten met mijn broer samenspelen, dit en dat. Nu, mijn opa had een immer naast hem staan met allemaal vissen uit hem gevangen Dus die leefden nog, die waren gewoon aan het, aan het drijven in dat water. Mijn opa gooide zijn vissen nadien al ook altijd terug. Nu, waren wij daar wel een aantal uur en het was middag, dus we gingen eten. En uh, ik weet nog dat ja, onze ons mama had zo ja, gewoon botremmen gemaakt voor mij en mijn broer. Dus ik pak mijn botremmikjes erbij, mijn broer pakt zijn boterhammen erbij, mijn opa, iedereen was gewoon van plan om te gaan eten. Dus ik ga zo naast mijn opa op de grond zitten. Dus ik neem die een boterham, ik wil zo de eerste hap doen en ik bijt en ineens voel ik het meest slijmerige, vettige. En nu als vegetariër is dat zo verschrikkelijk om over terug te praten en om terug te denken. Maar mijn broer, de sadist, vond het grappig. Om daar een levende vis tussen mijn bootrem te steken. Op dat moment was hem volgens mij al niet meer zo levend, want veel beweging zat er niet in. Anders had ik daar op voorhand ook wel gemerkt dat er een vis tussen mijn bootrem zat. Maar op het moment dat ik bijt, voel ik dat, proef ik dat, ik doe dan naar rechter en ik ben beginnen schreeuwen als een klein kind. Mijn broer vond dat grappig, maar op een bepaald punt had hij wel zoiets van: oké, okay, dit is niet meer grappig. Like she's really traumatized and I really was. Maar een bompa was dan ook kwaad en zo, want ja, die visjes gingen altijd terug in het water en dan in één keer die vis kon niet meer terug in het water. En het was een heel gedoe, een heel een drama, het was een leuke namiddag, nou, begreep me niet verkeerd, maar daar was ik oprecht en tot de dag van vandaag ben ik daar nog altijd van aangedaan. Zeker nu, als vegetariër. Dus dat is verhaal nummer twee. Wat is volgens u het juiste verhaal? Zit de waarheid in het verhaal waar ik ooit een blaadje in mijn neus had? Of zit de waarheid in het verhaal waarin ik een vis heb gegeten of heb gebeten in een vis? Ik geef jullie een aantal seconden om na te denken. Oké, okay, de tijd is om. Het echte verhaal is. Het blaadjes-in-mijn-neus-verhaal. Dat is echt gebeurd. Mijn broer is geen sadist, heeft nooit een vis tussen mijn bolten hem gestoken. That never ever happened. Mijn opa ging zelfs niet vissen vroeger, dus geloof mij. Het enige verhaal dat hier klopt is het blaadje in mijn neus. En dat is wel degelijk gebeurd. Dus laat mij weten of je dat juist had of niet. Het volgende verhaal. Allee, de volgende twee verhalen. Het allereerste verhaal is over een ex aan mij. Ik kan ook geen namen noemen. Um, maar ik heb ooit. En ik, ik was jong. alleen jong. Ik denk dat ik 17 of 18 was. Um, Wat eigenlijk niet jong is, maar oké. Okay. Ik was nogal paranoïde in relaties en zo. En um, er was een moment dat ik. Ja, uit jaloezie van dit en dat. Uh, maar hij had wel degelijk ook iets verkeerd gedaan. Maar wat, dat is allemaal details. Mijn ex en ik, uh, wij hadden een bras. Maar wij waren alleen thuis, want zijn ouders waren op vakantie voor een week. En wij konden aan het kot van ons eigen alleen hebben dit en dat. En op een bepaald moment hadden wij dus ruzie ergens over. Ik wou iets bepaald weten van hem, van waarheid. En hij wou mij dat niet vertellen. Nu moest hij in de kelder op een bepaald moment drinken gaan halen. En ik had zoiets van... Blijf er maar wat zitten. Dus maar toen ik ik doe die deur van de kelder toe, ik draai die op slot. Hij komt terug naar boven en zegt wat de fuck doet die deur open? Ik zeg nee. Ik zeg zolang jij de waarheid niet kunt zeggen, blijf je er maar zitten. Like, wow, dat is like Jeffrey Dahmer shit. Allee, snap je het bedoel? Dus hij was kei kwaad op die deur aanslagen dit en net. Um, en ik zeg tegen hem van nee, ik zeg je zegt gewoon de waarheid, dan laat ik je terugvrij. Ik dacht van ja, die gaat gewoon de waarheid zeggen en dan kan je terug naar buiten. Die begint daar ineens bokkig te doen. Die begint koppig te doen. Die zegt, oké, okay, dat is goed. Ik naar eigen beneden wel zitten. Zolang dat jij in je shit zit, wil ik zelfs niet mee met je praten. Dus ik zo van, oh shit, oké, okay, ja, wat nu? Dan zit ik hier gewoon zo, dat je zitten, dit en dat. Zonder zever, 48 uur lang, ik ben niet aan het zeveren, heeft hij in die kelder gezeten en heb ik gewoon boven gezeten. Die heeft zelfs letterlijk gepist. In een emmer daar beneden. Nadien als de deur terug open was in heel die zeven. En we hebben dat bijgelegd uiteindelijk. We was ik naar beneden gegaan. Had hij echt zo zijn eigen gezetteld. Die had zo allemaal kussentjes neergelegd en zo. Die zat er echt op zijn gemak. Uiteindelijk tot de dag van vandaag weet ik de waarheid nog altijd niet. Maar ja, het is wel opgelost geweest. En nadien zijn we langer een tijd nadien uit elkaar gegaan. Dus oké, okay, dus denk je dat deze verhaal waar is? Hou het nog even bij. Het tweede verhaal komt eraan. Ik ben vroeger met school um, op... Uh, wat was dat? Was dat bosklassen of zo? In ieder geval een of ander ding waar je met school doet. En ik heb toen, Wij moesten 20 kilometer per dag wandelen in, in Dardenne, was dat. Um, en echt zo berg klimmen en met kiek wij. En ik heb dat allemaal. En I'm so proud of that. Ik heb dat allemaal gedaan op hoge hekken. Um, dus ik heb echt van die Naaldhekjes aangehad. En ik heb alle dagen 20 kilometer gestapt op Naaldhekjes in de bergen, zand, modder alles, allemaal op naaldhekken dat is een kort verhaal, maar als je denkt dat het waar is denk er even over na, wat is waar mijn ex opgesloten in de kelder of ik die daar 20 kilometer per dag voor 7 dagen lang op naaldhekken heeft gelopen ik geef jullie wat bedenktijd tik, 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 tik de bedenktijd is om de waarheid is het tweede verhaal, de naaldhakken, is waar. Ik heb nooit een ex in de kelder opgesloten. Um, dat is nooit gebeurd, dat verhaal. Dus laat het mij weten wat jij dacht. Wel, ik was volgens u het juiste. En dan gaan we naar de derde ronde. Het eerste verhaal is... Vroeger, als ik weer wat jonger was, um, dan spendeerde ik heel veel tijd bij mijn oma en mijn opa. Zoals namiddagen en zo en blablabla. Bla, bla. Eigenlijk is dat niet belangrijk, maar oké. Okay. En op een bepaald punt, um, ja, ik at er natuurlijk ook. En ik had zo eens een snoepetje, Goh, en dat, ik weet niet hoe je dat, dat noemt, maar dat zijn zo van die, van die gele, zure bollen zo. En die moesten dan zo uit dat papiertje draaien. En ja, ik vond dat helemaal niet lekker. Maar op een bepaald moment, ik was redelijk jong, ik stak dat in mijn mond en ik verslikte mijn eigen en dat schoot in mijn keel. Dus je zag letterlijk die een bol hier zitten, en um, ja, ik begin te stikken, ik begin rood te worden in mijn, 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 mijn opa en oma zien Dus mijn opa kwam naar mij gelopen en die begon zo, of mijn oma, ik weet het eigenlijk niet meer, en die begon zo op mijn buik te duwen. En dat duurde echt nog even voordat de rut vloog. Uh, like, I was dying, people, literally. Als er niemand mij had geholpen, I was not here today, hè. Maar uiteindelijk is dat dan uit mijn keel gevlogen en sindsdien heb ik ook echt bang om zo van die, van die ronde bolletjes of snoepjes dat hard zijn of zo in mijn mond te steken. Wat ik meestal doe is zien dat er altijd zo een stukje af is zodat ik ja, niet de kans heb dat er een volledige bol ineens naar rechter schiet. Dat is het eerste verhaal. En dan hebben we het tweede verhaal. Ik speelde vroeger in Stabroek, waar ik woonde, wel eens buiten na het school. He, toen deden mensen dat nog. Um, en ik was met een vriendinnetje van mij zo naar het gemeentehuis gegaan. En achter het gemeentehuis had jij zo'n speeltuin. En, en ook een voetbalplein en heel die dingen. Details. Um, en er was zo bij dat voetbalplein... Was er zo een, een kotje voor de, voor de supporters, zal ik maar zeggen, om in te zitten. En in dat kotje... Onder de, de bank, zal ik maar zeggen, lag een USB-stick. Ik had in de eerste plaats niet echt zoiets van, ja, ik kan dat meepakken of zo, totaal niet. Maar mijn vriendinnetje zei van, hé, hey, je weet nooit waar dat daarop staat, pak dat mee, we kunnen dat in de computer steken en dan kunnen we dat zien. Dus we pakken de USB-stick, we gaan terug naar mijn thuis. We komen zo boven in mijn kamer en uh, ja, dat was zo de eerste computer, dat was echt zo like, break all the way, maar het is gelukt. We steken die USB-stick daarin. En wat we erop vonden, was um, een vrouw. Een blonde vrouw was dat. En dat waren allemaal naaktfoto's van die vrouw dat daarop stonden. Uh, we hebben verder met die stick ook niks gedaan. Normaal, ja, naar de politie brengen, why? Die zouden er nog van profiteren daar. Ik heb die volgens mij nog even bijgehouden, die stick. En daar heb ik die nadien gewoon in de vuilnisbak gesmeten, bij de grote kuis of zo. Uh, maar in ieder geval, er stonden dus allemaal naaktfoto's op van die vrouw. Ook enkel die vrouw, niemand anders. Dus ja, dat is verhaal nummer twee. Jullie krijgen bedenktijd. Wat is er echt waar? Ben ik ooit gestikt in een snoepje en was ik bijna dood, of heb ik een USB-stick gevonden met allemaal naaktfoto's op? Tom, 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 de tijd is om. De waarheid is: ik ben ooit gestikt in dat snoepje. Dat is het echte verhaal. Uh, en als ze inderdaad niet op tijd bij waren, dan was ik hier vandaag niet meer. Het was redelijk heftig. Ik heb nooit geen USB-stick gevonden met naaktfoto's op. Spijtig genoeg. Maar dus, als je het juist had, laat het mij weten. Als je het fout had, volgende keer beter. En de volgende keer is nu, want dat is ronde nummer 4. Toen ik 11 of 12 jaar was, um, dan had ik een vriendinnetje... En die, haar papa was zo'n hele stoere man en die deed tattoo's. Die plaatste tattoo's bij mensen. Die had ook een eigen tattoo shop en zo. En uh, ik bleef er regelmatig slapen. En dat was dan een avond dat wij er zaten. En um, bij die man was er iemand anders bij zijn thuis, een maat van hem gewoon, die daar een tattoo liet zitten. En ik als 11-12-jarig meisje, ik zei van: Oh my god, ik zou ook heel graag eens een keer een tattoo bij iemand zitten. En dat was een hele open-minded vader. Hè? Met mensen gaan nu misschien denken: Wat is dat voor een vader, dit en dat. Maar, mijn vriendinnetje was ook 11 of 12 jaar. En dat komt dan zo verkeerd over, maar dat viel echt wel mee. In ieder geval. Ik zei tegen die, tegen die vader: van, Oh my god, zou ik dat ook eens een keer mogen doen? En die vader zei: Ja, van mij mogen jij dat een keer proberen. Maar ja, we hebben niemand voor dat op te doen. En dan zei dat vriendinnetje van mij: van, Papa, maak ik niet alsjeblieft een klein tattoetje zo aan de zijkant van mijn voet. Omdat dat daar ook snel verwacht en zo. Die vader was eerst zo aan het nadenken en zei: van Ja, mijn kind is 11, 12 jaar. Dat kon niet dit en dat. Uh, maar uiteindelijk is er toch toegestemd geweest. En heb ik dus bij die vriendin van mij op de zijkant van de voet een tattoo mogen zetten, maar dat was iets klein, hè? dat was niet zo'n gigantisch ding, gewoon een klein tattoetje. Is dat verhaal waar, volgens u? Wacht het nog even af. Het volgende verhaal is of er wel een leugen of de waarheid. Toen ik 11 of 12 jaar was, dan uh, had ik een vriendinnetje, dat lijkt nu hetzelfde verhaal, maar dat is dus helemaal een ander verhaal, um, waar ik heel vaak bij bleef slapen. En die woonde eigenlijk zo wat in, in de buurt van bossen en zo. Uh, en op de een of andere manier, wij maakten altijd rare dingen mee bij haar. Ik weet niet waarom, maar alles met dieren ook en zo dat was super bizar en al een tijd dierf ik er ook gewoon niet meer naartoe te gaan en met dat zo'n rare vibe was dat erin. Elke week als ik er bleef slapen was er wel iets raar aan de hand. En wij waren buiten aan het spelen um, in een bos en dan was er zo een, een rivierke zal ik maar zeggen en wij liepen naast dat rivierke en ineens alle twee te samen zien we aan de linkerkant in dat rivierke een zak liggen. Maar die zak die bewoog dus wij direct van oh shit er leeft iets in. we need to help it whatever it is dus wij naar daar die is uitgetrokken en de moment dat wij dat open deden we were shook um, het laatste wat je wilt zien zat daarin. en dat was een hond die er dat vastgebonden zat aan zijn vier poten Och mei, dat ik die dat dat erover zijn gerokt. Dat snap ik niet. Goed. Ik was zo jong. Dat zijn dingen dat je niet wilt zien op die leeftijd, en sowieso niet natuurlijk. En uh, wij zijn direct, uh, we hebben die poten losgebonden, natuurlijk. Maar die was heel zwak, die hond. Hè? Uh, dan zijn wij direct die moeder gaan al. Die moeder heeft de politie gebeld. In dat bos stonden ineens zo ik like, weet niet, zeven acht politieagenten. Uh, uiteindelijk is dat volgens mij goed gekomen met die hond. Dat kan ik me niet meer herinneren. Maar in ieder geval, ja. Yeah. Dat is dus het volgende verhaal. Um, I'm a little traumatized by that. Ik niet liegen. Dat is iets wat ik, waar ik uh, eigenlijk zelfs vergeten was dat dat ooit gebeurd was. tot ik nu deze video ging maken. Dus um, laat het mij weten waar ik jij denkt dat het echte verhaal is. Is het echte verhaal de vastgebonden hond? Of is het echte verhaal dat ik ooit een tattoo bij een vriendin van mij gezet heb? Ik geef jullie wat bedenktijd. Bedenktijd is om... Het echte verhaal is... Spijtig genoeg, de hond. Um, it's a true story. It happened. Um, we hebben inderdaad een hond gevonden in een zak met de poten aan elkaar vastgebonden. Verschrikkelijk. Um, ik heb nooit een tattoo bij een vriendin gezet. Tot nu een jaar geleden of zo. Bij Plitty heb ik een tatoeage gezet. Maar ja, op die leeftijd bij een 11-jarig, 12-jarig meisje niet. Uh, dus de hond is jammer genoeg het echte verhaal. Er zijn slechte mensen op de wereld. Zelfs toen in die een tijd waren er al slechte mensen. Um, dus als je het juist staat, laat het mij weten. En dan gaan we naar de allerlaatste ronde, um, nog twee verhaaltjes te gaan. Ik was vroeger met een vriendinnetje van mij en haar moeder aan het winkelen um, in een winkelcentrum, waar ze gsms verkoopte en die winkel was, ik denk dat dat gewoon Proximus of Mobistar was in die tijd of zo. Zoiets in een aard. Um, maar vroeger was de beveiliging ervan helemaal niet zoals nu. Hè? Dus nu, als je een gsm wilt gaan bezichtigen, allee, bezichtigen, precies een monument, um, dan hangt dat allemaal vast met draden en dingen. Vroeger was dat niet. Vroeger stonden die dozen zelfs gewoon los met de nieuwe gsms, letterlijk in de winkel, zonder iets aan beveiliging of zo. Um, wel alarmen natuurlijk. In ieder geval, jullie weten dat ik nogal een, een, een een brut verleden heb als, als tiener zijnde. En um, die moeder was aan het shoppen voor een nieuwe gsm. En ik en een vriendinnetje waren zo gewoon een beetje aan het rondkijken in de winkel. Eh, Want winkelen met ouders is gewoon saai. Totdat ik ineens een gsm zag en dacht van... Oh my god, ik wil die hebben. En oh my god, ik heb het geld er niet voor. Like, oh my god, I'm gonna steal it. Yeah, that was not a good idea. Um, ik heb uiteindelijk die gsm, die doos... Dat doosje, dat was een klein doosje. Um, heb ik in mijn tas gestoken. Zonder dat die moeder dat zag. Dat vriendinnetje wist dat wel. Die stond er wel niet 100% achter. Dat zeg ik ook. Maar ja, ik zeg het. Ik was nogal een een weird ass child. Um, uiteindelijk wendde hij uit je winkel en dat alarm gaat af. Dat was misschien heel judgmental van die moeder, maar het eerste wat die moeder deed, dat was naar mij kijken. En die kijkt naar mij, die fluistert naar mij en die zegt: en die gaan genomen of niet? En ik moest eerlijk zijn, dus ik zeg ja. En ineens zegt hij tegen mij: geef die geze aan mij. Dus ik heb die uit mijn tas gehaald, ik heb die naar haar geschoven. zij heeft die in haar tas gestoken. En zij heeft de schuld op haar genomen. Heeft zij gezegd tegen die mensen van... Ik heb die gestolen. Um, nee. Zij heeft meer zo uitgelegd van... Ja, sorry. Ik, dat is echt... Ik ben in de war. Ik heb, ik heb, een, ik heb een, juist een scheiding met mijn man daar de rug en zo. Een heel verhaal eraan gegeven. En dat ze dus per zonder na te denken... die die gsm dus sprongelijk in haar zakken gestoken hè? ik heb daar dus geen problemen door gekregen en ik voel me tot een dag van vandaag nog altijd heel schuldig erover, um, ik heb geen contact meer met die vriendin of ook niet meer met die moeder maar dat is gewoon iets like, dat kan niet zoiets en dat is iets waar ik spijt van heb waar ik ook nooit meer zou doen of heb gedaan daarna Maar um, yeah. ja. I was a stupid child. I was a really, really stupid child. Dus denkt u dat deze verhaal waar is? Laat het mij weten. En het allerlaatste verhaal dat jullie misschien nog kunnen laten veranderen van gedacht is. Zoals ik al zei, ik was vroeger veel bij mijn opa en mijn oma. Um, en die woonden in Nederland in Ossendrecht. En op een bepaald moment, uh, ja, ik kom binnen bij mijn oma. En die zegt van: Ja, zeg, ik ben te weten gekomen dat er hier een meisje woont in Ossendrecht. die dat Jamila noemt. Die dat geboren is op 5 maart 1993, exact dezelfde datum als mij. En die heeft ook hetzelfde geboortekaartje als u. Like, I was like, what? Ik heb dat meisje zelf nooit ontmoet, denk ik. Nee, ik heb die nooit niet ontmoet. Maar in ieder geval, er was dus een meisje met exact dezelfde naam, geboortedatum, zelfde geboortekaartje. En that was like awesome. Dat is een heel kort verhaal, deze. Um, Denkt u dat het waar is? Denkt er eens over na. Dus wat is volgens u de waarheid? Het meisje dat eenmaal hetzelfde als mij noemt, dezelfde geboorteadem en geboortekaart. Of dat ik de GZM heb gestolen en dat de moeder van het meisje dat op haar heeft gestoken. Let me know, let me know. Duh, 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 Tijd is om. De waarheid is dat ik inderdaad een dubbelganger heb die dat ook Shamila noemt. Geboren is op 5 maart 1993 en hetzelfde geboortekaartje heeft. Dat is de waarheid. Ik heb nooit een gsm gestolen. Die moeder heeft dat nooit op haar gestoken, of wat dan ook. So, that never happened. Ik heb vroeger wel andere dingen gestolen waar ik niet trots op ben, maar zeker niet zo van die grote technische allee ja, technologie en zo. I never did it. Um, dus ja, dat waren de zes verhalen voor vandaag Laat mij weten hoeveel dat jij op zes hebt behaald Ik ben super benieuwd Want ik denk wel dat ik een verhaal heel overtuigend kan vertellen Zonder dat je daar een leugen in ziet, denk ik uh, Maar ik kan me heel veel passie dingen vertellen Of dat ze nu waar zijn of niet Dus laat het mij weten of ik jullie heb kunnen beetnemen of niet Zet in de reacties gewoon even bijvoorbeeld Drie op zes, vier op zes, vijf op zes Laat mij weten hoeveel dat je er juist staat. En dat was de video voor vandaag Als je wilt dat ik deze nog eens doe Zo van die interactieve video's Ik vind dat zelf wel tof omdat je echt de kijkers erbij betrekt. Dan moet je het maar laten weten. Als je het leuk vond. Like, abonneren. Deel de video zeker even. En dan hoop ik jullie morgen weer terug te zien om 5 uur bij een gloednieuwe nieuwe video. En vergeet zeker de podcast niet te bekijken, guys. Hij staat online. Laat mij ook even weten wat je daarvan vindt, trouwens. En dan uh, zie ik jullie morgen weer terug om 5 uur. En dan zie ik zoals altijd. Adios.